Nou, laten we goed vaststellen wat ik aangehaald heb. Dat er in grote delen van Suriname drinkwater een groot schaarse goed is geworden. Dit zijn we niet gewend geweest. En als we de Paramaribo in de omgeving hebben, dan is het voor ons zichtbaar. Maar grote delen van het binnenland is in een ergere situatie. Vanwege de chemicaliën, kweek, cyanide en alles, kan men ook het water uit de rivier niet gebruiken om te drinken of wat dan ook. Ja, dat. En dat is het. Die situatie heb ik voor naar voren gebracht, waarbij omdat de VP in eerste instantie heeft aangehaald dat de ressourcen er zijn, de plannen zijn er, maar er is geen geld. Ja, geen geld daarvoor. En tegen die achtergrond heb ik aangehaald, wat zijn dan de prioriteiten van de regering? U hebt een prioriteit om veel op reis te gaan met grote delegaties. U hebt de prioriteit om allerlei gebouwen die nu niet dringend zijn om te bouwen. Kijk, de vergaderzaal van DNA waar we ook tegen gestemd hadden. En volksgezondheid en noem maar op. De markt op een berm. Allemaal op een non-transparante wijze. Hoeveel geld gaat er niet in de corruptieve sfeer waarbij mensen die ingeschreven hebben, bedrijven ingeschreven hebben. Ik heb één document gepresenteerd waarbij computer, apparatuur, etc. geleverd kan worden voor 2 miljoen. Maar wordt er gegund aan iemand die 10 miljoen daarvoor, 8 miljoen voetsie. En zo zou ik door kunnen gaan. Tegen die achtergrond heb ik dat hard aangehaald. En het is teleurstellend hoe de VP heeft gereageerd. 1. U merkt dat hij zich in zijn kruis getrapt voelde met de naakte waarheid. Want wat ik u zeg, kunt u verifiëren. Ja, dat? Wat is het beleid? Wat zijn de prioriteiten? En dat heb ik hard gesteld. En toen begon de VP zich af te geven op de NDP. Ik heb niet meer iets aangehaald over de ABOP. Nog minder over de persoon van Brunswijk en noem maar op. Maar dit zijn zaken wat ik daarnet heb aangehaald, hard naar voren gebracht. En je kan niet maken dat je als regering niet actief handelend optreedt ter verbetering van die situatie. De situatie wat er nu is, is in de afgelopen 2-3 jaren enorm verergerd geworden. Omdat gewoon nieuwe bronnen niet goed genoeg of genoeg aangeboord zijn. Allerlei service is niet op tijd gedaan, et cetera, dan krijg je het tekort. En des te langer het gaat duren, des te minder water zullen we hebben uit de bronnen. Dus het moest al lang en om zoveel bronnen aangeboord worden. Maar goed, ik zal niet in detail gaan wat het water betreft, maar zeker wat de VP daar aangehaald heeft, heeft zich te laten kennen, zeer emotioneel. Terwijl over dit soort zaken we rustig, desnoods was er een schorsing, met elkaar van gedachten zouden we wisselen. Heeft hij de situatie met zijn emotionele buien voor een oplossing gebracht? Nee. Hij begon af te geven op de vorige. En hij vergeet, laten we dat goed vaststellen, dat hij tussen 2010 en 2015 ook in de regering zat. Ja, we willen niet polariseren, maar we kunnen dat hard voor zijn neus wrijven. Wat hij allemaal tussen 2010 en 2015 heeft verricht in de regering. Maar goed, laten we dat, want daarmee moest je naar Parijs, een oplossing. Tegen die achtergrond zeg ik, we moeten concreet snel gehandeld worden. En we zien die plannen van de regering niet in die richting. Want de VP gaf wel aan waterproject.